De gijzelnemer van 4 Edese café-medewerkers moest vandaag voor de rechter verschijnen. Maar hij was zelf niet aanwezig, want het gaat niet goed met hem. Hij zou problemen hebben in de gevangenis in Vught. Morgen is het 80 jaar geleden dat er in Putten een grote razzia was. Honderden mensen werden gedeporteerd en de meeste keerden niet terug. Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik die trein nog weggaan. En de voedselbank is bedoeld voor mensen die het krap hebben. Maar de voedselbank zelf heeft het ook niet breed. Ik heb gehoord dat er bijna 50% is gedaald. En dat is toch een heel aanzienlijk bedrag die je gewoon jaarlijks wel nodig hebt. Goedenavond. De 28-jarige man die in maart 4 medewerkers van feestcafé Petticoat in Ede gijzelde, moest vandaag opnieuw voor de rechtbank verschijnen in Zutphen. Maar hij was zelf niet op de zitting aanwezig. Het gaat volgens zijn advocaat niet goed met hem. Hij zit op dit moment in de gevangenis in Vught, waar hij agressief zou zijn geweest. Tijdens de eerste zitting in juli bleek al dat het niet goed ging met de 28-jarige verdachte uit Ede. Zijn geestelijke gesteldheid laat de wensen over en die situatie is de afgelopen tijd niet verbeterd. Mijn cliënt is heel kwetsbaar, heeft ernstige psychiatrische problematiek. En van dag tot dag verschilt dat. Maar de laatste keer dat ik hem opzocht, trof ik hem in een boeienregime, zwaar onder de medicatie. En dan is het moeilijk een gesprek aan te gaan, een gesprek vol te houden. Vandaag bleek in de rechtbank dat de verdachte zich agressief zou hebben gedragen in het huis van bewaring. Wat zich er precies heeft afgespeeld is niet duidelijk, maar volgens de officier van justitie komt er mogelijk een aangifte tegen de man. Het toont aan dat het nog steeds niet goed gaat met verdachten. Hij heeft veel medicatiewisselingen, is daardoor enorm vermoeid en spreekt ook soms verward. Zo gaat hij volgende week een dag ook voor observatie naar een andere instelling. Er moeten allerlei onderzoeken plaatsvinden. Dat geeft veel druk, los van het feit dat het ook heel intensief is voor cliënt. Als alle onderzoeken bij de verdachte op tijd zijn afgerond, kan de zaak mogelijk in december verder. We wachten wel op een uitgebreide trippelrapportage. En die is recent ook weer uitgebreid met een neuropsycholoog en een neuroloog die nog onderzoek gaan doen. Dus de vraag is of we 10 december gaan halen. Inwoners van Putten herdenken morgen dat het 80 jaar geleden is dat de razzia in hun dorp plaatsvond. De razzia was een vergeldingsactie van de Duitse bezetter tegen het verzet. Een groot deel van de mannelijke bevolking van het dorp werd weggevoerd. Im Namen des Wehrmachtbefehlhabers in den Niederlanden wird das nachfolgende Urteil über die Gemeinde Putten ausgesprochen. Das Dorf Putten wird plattgebrannt. Alle männlichen Einwohner der Gemeinde werden nach Amersfoort abtransportiert. Das Dorf Putten soll innerhalb 2 Stunden vollständig evakuiert sein. 659 mannen werden er op 2 oktober 1944 vanaf het station in Putten afgevoerd door de Duitse bezetter. Rickert van Emaus, inmiddels 94 jaar, is waarschijnlijk de laatste die de trein met mannen zag vertrekken. Toen hadden we een klein verrekijkertje en toen konden we door in het bos zitten en ik kon zien alles wat er op het station gebeurde. Toen zagen we dat ze die mensen met 30, 40 en 50 groepjes dreven ze de wagons in. Toen vertrok de trein. En het is, als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik die trein nog weggaan. De Puttense mannen kwamen via kamp Amersfoort in Duitse kampen terecht. 552 van hen overleefden dat niet. Ik heb later wel gedacht, ze zijn als slachtschaap te slachting geleid. De gebeurtenis maakte diepe indruk op hem. Zelf verloor hij 2 neven. Elk jaar is hij in deze periode intensief met de razzia bezig. Dat raak je niet meer kwijt, dat zie je nog altijd zo voor je. Dat blijft ja, helaas wel. Ja, morgen is ook koning Willem-Alexander bij die herdenking aanwezig. En u kunt het morgen vanaf 16:45 hier live op deze zender volgen. Het is een ongelooflijk verhaal, dat van Wim Allozerij uit Lochem. Hij overleefde in de Tweede Wereldoorlog 3 concentratiekampen en een scheepsramp. En zijn verhaal werd vastgelegd in het boek De Laatste Getuigen. En dat verhaal dat heeft nu een bijzonder tintje gekregen, want de kleinzoon van een SS'er heeft ervoor gezorgd dat het boek ook in het Duits vertaald is.
In de ijskoude herfst van 1944 staat Wim Alozerij tot zijn knieën in het water, een anti-tankgracht te graven in het concentratiekamp Husum, Noord-Duitsland. Hij overleeft de nauwernood, de ontberingen en mishandelingen door SS'ers. Zijn grootvader was een SS'er en dat maakt dat hij zich daar nog altijd mee bezighoudt. Mijn voorvaren waren deel van een generatie die im Lebensthema Menschlichkeit versagt hat. Und meine Vorfahren waren Teil dieser Generation und Teil dieses Versagens. Und ich kann nicht viel tun, aber ich kann ein bisschen tun. Und das tue ich. Het verhaal van de inmiddels overleden Lochemse Wim Alozerij over de kampen en de scheepsramp maakte grote indruk op hem. Hij vindt dat Duitsers dit verhaal moeten lezen en dus betaalde hij grotendeels de Duitse vertaling. Weil es so wichtig ist, dass es hier in dieser Region, in dieser Stadt erinnert wird. Denn Wim ist hier etwas geschehen, was nie hätte geschehen dürfen. Gisteravond reikte schrijver Frank Krake het eerste exemplaar uit aan de kinderen van Wim Alozerij. Ik vind voor mijn vader heel belangrijk. Dat ik denk van hij heeft altijd gewild dat het verhaal bekend werd, dat het erkend werd. En dit was erkenning. En ook door Duitsland is het nu erkenning dat het, dat het als waar wordt gevonden. Van het is echt gebeurd. Ja. Zondag verschijnt op onze website, maar ook in de app en op ons YouTube-kanaal een langere video over dit verhaal. Ze kunnen het niet bevatten in Winterswijk. Wie haalt het in zijn hoofd de melkbus met donaties van de Corso Club te stelen? Ik kwam hier ik wou hem leeghalen en de bus was weg. En dan sta je wel een beetje raar te kijken natuurlijk. Bij een zwaar auto-ongeluk in Nunspeet is vanmiddag een gewonde gevallen. De bestuurder die tegen een boom aanreed en vervolgens tegen een hek tot stilstand kwam, moest door de brandweer uit de auto geknipt worden. Terwijl de weg volledig afgesloten werd voor verkeer, bracht de ambulance de automobilist met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis. Een 24-jarige man uit Ulft wordt verantwoordelijk gehouden voor de gewelddadige dood van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel. Volgens officier van justitie heeft hij Lisanne met messteken om het leven gebracht. Dat gebeurde eind juni toen de man bij haar logeerde. De man blijft vastzitten op verdenking van moord en dat is vandaag besloten in de rechtbank van Zutphen. De inhoudelijke behandeling van de zaak is later. Eerst volgen er nog meer onderzoeken. Een spannende ochtend vandaag in Doesburg. Twee houten deuren van 10.000 kilo per stuk werden uit de sluis gehesen. Na meer dan 40 jaar dienst was het tijd voor vervanging. Deze klus was de eerste stap in een groot onderhoudsproject van het waterschap Rijn en IJssel. Alle sluizen en bruggen worden dit najaar aangepakt. Ruim 900 mensen met een smalle beurs in de Oost-Achterhoek maken gebruik van de voedselbank in Lichtenvoorde. Maar die hulp die staat nu op de tocht. Ze krijgen steeds minder donaties binnen, waardoor de voedselbank in financiële problemen komt. We hadden op 30 juni, het eerste half jaar, hadden we 17.000 euro aan giften. En het jaar daarvoor hadden we 34.000. Als die trend zich voortzet, dan krijgen we een rampjaar. 2-3, ik doe er ook eentje in. Wij krijgen minder sponsorgelden. Dat is ik heb gehoord dat het bijna 50% is gedaald. En dat is toch een heel aanzienlijk bedrag die je onjaarlijks wel nodig hebt. De voedselbank heeft voedsel nodig, maar we hebben ook geld nodig om het voedsel te kunnen bewaren. De bussen die moeten rijden, het gebouw dat vraagt energie. Dus er is ook gewoon geld nodig. Moet er nog wat in? Helmink is nu 2 jaar vrijwilliger bij de voedselbank. Ik vind het fantastisch om de medemens te helpen die het moeilijk genoeg heeft. En alleen al in de Oost-Achterhoek zijn er op dit moment 300 huishoudens. Dus de voedselbank moet gewoon blijven. Kan het ook gebeuren dat deze voedselbank uiteindelijk eenmaal niet meer bestaat? Nee, dat bestaat niet. Want als er echt nood aan de man is, kunnen ze altijd nog terugvallen op de landelijke organisatie. Maar zover laten ze het liever niet komen. Wij willen het zelf redden, onze eigen broek ophangen. En dat hebben we altijd gedaan en het is onze eer te na om dat niet te kunnen. En dan moeten we maar allerlei acties bedenken waarbij we toch weer mensen wat enthousiast maken om de voedselbank te helpen. Het is oktober, oftewel stoptober. Deze maand wordt er weer actief campagne gevoerd om mensen te laten stoppen met roken. Zo ook in ziekenhuis Rivierenland in Tiel, waar met een speciale methode wordt gewerkt. Dit is Nick Vroon, die mensen begeleidt die willen stoppen met roken.
Als je gisteren hoort dat er 670.000 mensen zijn die chronische ziektebeelden kennen op basis van het roken, dan weet ik wel zeker dat het heel hard nodig is. Wij werken hier met het Very Brief Advice. Dat doen we sinds april al samen met het ziekenhuis in Tiel. Alle zorgverleners stellen dat Very Brief Advice. En dat betekent dat ze bezig zijn om bij ieder cliënt in contact te vragen: rookt u? Weet u dat stoppen met roken onder begeleiding een veel hogere slagingskans geeft en vergoed wordt door je zorgverzekeraar? Heeft u interesse? Hoe wordt dan op gereageerd door mensen? Ja, eigenlijk opvallend goed. Ik heb een aantal mensen die daar heel enthousiast over zijn en meteen zeggen: ja, schrijf me, ja, verwijs me maar door. Waarbij ik echt denk: oh, oké. En andere mensen zeggen: ja, nee, nu niet. En dan is het ook prima. Het gevaar van een nieuwe verslaving is het gebruik van vapes, waar veel mensen het roken voor indruilen. Ik denk als wij niet ingrijpen met z'n allen, als ouders en grootouders, artsen, verpleegkundigen, pedagogen niet naast elkaar gaan staan om te zorgen dat die vape-epidemie ingedampt wordt, dat dit groter gaat worden dan corona. Ontsteltenis in Winterswijk. Daar is aan de Kottenseweg een melkbus gestolen. Nou, zo niet zo erg zou ik denken. Maar die melkbus was wel de collectebus van bloemencorsengroep De Genieters. Hoeveel geld er is verdwenen, dat is niet duidelijk. De leden van de Korsenvereniging hebben bij de politie aangifte gedaan van de diefstal. Dit is een foto van die verdwenen melkbus. Hij stond jaren naast een dahliaveldje van bloemencorso-groep De Genieters aan de Kottenseweg. Mensen die bloemen willen plukken van het veldje, om zelf een boeketje samen te stellen, kunnen vrijwillig wat geld in de bus stoppen. Met twee zware kettingen was die bus aan een hek vastgelegd, maar dat hield de dieven niet tegen. Rare nasmaak wat je van hebt. Absoluut. Ja. Bitter. Ja. Ja. Ik kwam hier ik wou hem leeghalen en de bus was weg. En dan sta je wel een beetje raar te kijken natuurlijk. Ja, dat is echt diep triest. Het is geen Amsterdam hier, het is gewoon de Achterhoek. Dus eigenlijk had het niet gehoeven. Want het is een echte jarenlange traditie dat bloemencorso-verenigingen in en rondom Winterswijk naast hun plukveldjes onbeheerd collectebussen neerzetten. Nooit eerder is er iets gestolen. De corso-groepen gebruiken het ingezamelde geld om het bloemencorso in Winterswijk voor te kunnen zetten. Kun je het ook niet een beetje verwachten, zo'n bus met geld buiten hebben staan? Tuurlijk, je kunt het altijd verwachten, maar we hopen toch de nuchterheid van iedereen. Er hangen QR-codes voor mensen die met de telefoon willen betalen, omdat er ook heel veel Duitsers hier komen. Ja, die willen liefst contant betalen en daar staat die bus voor. En in de voorgaande jaren, ja, dat bracht daar best een leuk zakcentje op. De Corso-groep is op zoek naar camerabeelden en hoopt stiekem dat de daders spijt krijgen en de melkbus met inhoud terugbrengen. Dat is het enige wat ik kan denken momenteel, dat er ook nog een stukje menselijkheid is. En dit was het Gelders Nieuws. In onze app en op de site vindt u meer. En zometeen na het nieuws krijgt u nog het weer. Ik wens u nog een fijne avond. Goedendag. Toch wel een herfstachtig weertype waar we mee te maken hebben de afgelopen dagen. Het was toch wel oppassen als je erop uitging om niet in die plassen terecht te komen. En die bewolking had dus ook echt wel de overhand. Maar de komende dagen gaat de zon er toch steeds vaker bij komen en krijgen we te maken met een droger weertype. Die regen van nu zien we nog goed terug. Uiteindelijk trekt dat in de loop van dinsdagavond en woensdag overdag weg richting Duitsland. En dan krijgen we met een noordoostelijke stroming te maken. Op woensdag daarbij nog wel kans op enkele buien, maar met name op donderdag meer ruimte voor de zon. En met temperaturen rond een graad of 16 en weinig wind is het dan toch wel aangenaam weer om erop uit te gaan. Vanavond is het nog wel licht wisselvallig, af en toe nog wat regen, de bewolking overheerst, temperaturen zo rond 12 of 13 graden met erbij een zwakke wind uit zuidwestelijke richtingen. Vannacht draait die wind uiteindelijk naar het noordoosten, blijft zwak van kracht en de temperatuur daalt uiteindelijk naar zo'n 9 of 10 graden. Op heel veel plaatsen is het bewolkt en zo nu en dan valt er nog wat regen. Morgen ziet de weersymbolen er toch wel aardig uit. Een mix van wolken, zon en nog enkele buien die gaan overtrekken. De wind is wel aanwezig, is matig uit de noordoostelijke richting en daardoor voelt het toch wel een stuk kouder aan dan de 13 tot 15 graden die ik hier heb staan in de weerkaart. Dus een extra dikke jas is zeker wel aan te raden. Donderdag ziet er mooi uit met veel ruimte voor de zon, een graad of 16 en ook minder wind, dus dan aangenamer om erop uit te gaan. Dat geldt ook voor de vrijdag. De nachten worden wel erg koud, 3 of 4 graden heb ik hier staan, maar regionaal zou het wel eens tot de eerste vorst kunnen komen van dit seizoen.
Het weekend ziet er ook vrij positief uit. In de loop van zondag neemt de kans op een enkele bui wel weer toe. Maar de dagen daarvoor is het dus eventjes droog herfstweer. Tot de volgende keer!